Ik ben freelance journalist en schrijver. Schrijver van businessboeken. Ik heb al een stuk of 4, 5 prachtige titels op mijn naam staan over uiteenlopende onderwerpen. Dit is de eerste keer dat ik een boek heb geschreven met 2 andere auteurs. José Evers en Piet Hein Smit. En het heet Vlinder in de Boksring. Het gaat over challengers. Challengers, dat zijn ondernemers, nog van kleine bedrijven. In het begin zijn bedrijven klein natuurlijk als een ondernemer net mee begint. Maar een gedreven ondernemer die mensen om zich heen ook meekrijgt om dat te doen wat hij wil doen. Namelijk het grote partijen in de markt moeilijk maken. Een voorbeeld, Route Mobiel tegen ANWB in 2004, in september beginnen ze. ANWB ja, hangt achterover in zijn stoel en denkt van ons kan niks gebeuren. We hebben 4 miljoen wegenwachtleden die elk jaar braaf 7% meer betalen. En dan komt Route Mobiel en die snoept 100.000 klanten af binnen 3 maanden. Nou, de ondertitel luidt de 7 regels voor challengers die willen winnen en marktleiders die niet willen verliezen. Nou, daar zie je precies aan. We hebben 7 regels op een rijtje gezet. Daarmee willen wij ook. We hebben de pretentie om school te maken. Als een soort. Het is ook. Ja, het is strategische marketing. Mensen kunnen, als ze deze regels goed tot zich laten doordringen, kunnen ze gewoon winnen van iedereen die hen voor de voeten komt. En andersom kunnen mensen die worden aangevallen zich realiseren van wat ze moeten doen om die aanval te pareren.